Hallo en welkom bij dit laatste filmpje over de 6x6 cube, hoe we die gaan oplossen. Om te beginnen gaan we eigenlijk oplossen als een 3x3, waarna we eigenlijk nog alleen enkele parity cases op moeten lossen om hem compleet opgelost te krijgen. Deze parity cases die hebben we ook al gezien bij de 5x5 en de 4x4, maar hier zijn ze gewoon net iets gecompliceerd omdat het een grotere kubus is. Ik zou zeggen, begin met het oplossen zoals het een 3x3 was, waarbij dus dit bijvoorbeeld één randje is en een hoekje is een hoekje en het hele center is gewoon het center. Hetzelfde als bij de andere kubussen eigenlijk, maar ik ga ervan uit dat jullie dat al weten. Laten we daarmee beginnen. We hebben nu de kubus eigenlijk al helemaal opgelost buiten de laatste laag, alsof het een 3x3 was. En het is al mogelijk dat je hier je eerste parity case tegenkomt. Die ziet er namelijk zo uit. Alle edges die zijn hier goed, alleen zit er één edge omgeflipt. Wat we voor nu gaan doen is even vergeten dat die omgeflipt zit en de rest van de kubus helemaal oplossen totdat we als allerlaatste deze gaan oplossen. In verband met hoe je gaat draaien en zo ziet het er gewoon wat makkelijker uit als de rest al opgelost is. Verder ga je gewoon de kubus verder oplossen alsof het een 3x3 was. Dus eerst alle edges op de goede plek zetten en even vergeten dat deze verkeerd geflipt zit. Zo, nu zitten ze allemaal op de goede plek. Groen, geel, blauw en zwart ook op de goede plek. Alleen deze zit omgeflipt. Dat gaan we dus als allerlaatste oplossen. We gaan nu eerst verder met het oplossen van de hoekjes. Waarbij we ze net als bij alle andere kubussen eerst op de goede plek gaan zetten. En vervolgens goed gaan draaien. De eerste parity case in de hoekjes, dat zit hem in de verwisseling van twee. Deze zit op de goede plek. Deze zit op de goede plek. En deze niet. En deze ook niet. Dus hebben we iets nodig om deze te verwisselen? Nou, daar is dus een bepaald algoritme voor, wat ik meer als een soort van makkelijke draaibeweging onthoud. Waarmee je eigenlijk deze kant en deze kant switcht en vervolgens de kubus weer helemaal kunt oplossen, waarna die wel goed komt. Daarnaast heb je een parity case waarbij deze en deze geswitcht zijn, dus twee hoekjes diagonaal tegenover elkaar. En daarbij moet je eigenlijk precies hetzelfde algoritme doen. Maar omdat die laatste parity case bij mij zo weinig voorkomt, ik heb hem echt pas één of twee keer gezien. Ja, het lukt me niet eens om hem zelf te maken. Laat staan dat hij per ongeluk komt. Dus ik zal je vertellen ook hoe je die moet oplossen, maar ik kan geen voorbeeld laten zien. Als je nou twee hoekjes hebt die naast elkaar niet goed zitten, dan hou je die aan de rechterkant. Eentje rechtsboven en eentje rechtsonder. Als je nou twee diagonale hoekjes hebt die niet goed zitten, hou je de eentje hier en eentje hier. En dan kun je precies hetzelfde algoritme doen en dan kun je vervolgens de kubus goed oplossen. Dat algoritme is, je draait deze twee lagen, de twee binnenste van rechts, die draai je twee keer naar je toe. En dan draai je twee keer alleen de bovenste laag. Dan draai je nog een keer deze twee binnenste lagen twee keer naar je toe. En deze keer draai je de drie bovenste lagen twee keer. En dan draai je nog een keer die twee binnenste rechte lagen naar je toe. En dan draai je nu twee keer de twee binnenste bovenlagen, dus alleen deze. En dan kun je eigenlijk de kubus opnieuw oplossen. Je moet wel weer een paar edges goed doen. En dan zul je zien dat het prima lukt om dit op te lossen. Even kijken. Onthoud, al die tijd doen we gewoon alsof of zwart ook goed zit. Nou, nu kunnen we gewoon de hoekjes weer op de goede plek zetten. En nu zul je zien dat alles op de goede plek zit. Rood, zwart, groen. Rood, geel, groen. Bla, bla. Alles zit op de goede plek. Nou, en dan kun je nu eigenlijk de hoekjes gewoon oplossen zoals je dat normaal zou doen. Zo, en zoals je kan zien hebben we nu een totaal opgeloste kubus. Alleen dit ene randje, dat zit nog verkeerd omgeflipt. Deze parity is eigenlijk precies hetzelfde als dit geval bij de 5x5 en dit geval bij de 4x4. En ook het geval wat we net bij de edges gehad hebben, waarbij er dus twee stukjes omgeflipt zaten. Nou, daar gaan we eigenlijk gewoon hetzelfde algoritme voor toepassen. Alleen gaan we nu doen alsof deze twee en deze twee allebei een hele laag zijn. Dus we gaan
Dan draai je deze twee één keer naar je toe, twee keer de bovenkant. Dan draai je deze twee één keer naar je toe, twee keer de voorkant. En dan draai je deze twee één keer van je af en nog twee keer de voorkant. Dan ga je deze, de rechterkant, twee keer naar je toe draaien, twee keer de bovenkant. We gaan hem één keer van ons afdraaien, twee keer de bovenkant. En we gaan hem nog één keer naar ons toe draaien, twee keer de bovenkant. Nou, nu kun je al zien dat het al redelijk wat in elkaar zit. Nou, wat je nu gaat doen, is draait twee keer de voorkant. Twee keer deze kant weer naar je toe. En dan met nog twee twists van de voorkant is de 6x6 opgelost. Nou, dat is eigenlijk gewoon precies hetzelfde als wat ik net al zei, als de 4x4 en de 5x5. Je moet alleen zorgen dat je eigenlijk dit als twee lagen van de 4x4 ziet. Ja, zo, dus nu is dit is... Dit is de rood-gele kant en dit is de rood-witte kant. Dus redelijk simpel. Nou ja, ik hoop dat het hiermee gelukt is om de 6x6 op te lossen. Het is verder helemaal niet zoveel moeilijker als de andere kubussen, maar gewoon net wat groter. Ik ga jullie ook leren hoe je de 7x7 op gaat lossen. Die is weer net wat groter. Als het je is gelukt door mijn video's, geef me alsjeblieft een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en als je nog vragen hebt, hoor ik het wel.